Hi, goedemorgen. Dit is de derde in deze setting, maar dat geeft niet. Ik ga iets heel anders doen. Wat ik nog nooit gedaan heb. Het is niet make-up gerelateerd. Dus dan, als je alleen geïnteresseerd bent in make-up-achtige video's, dan klik vooral weg. Even uitleggen. Ik ben 51... Nou, overmorgen, als ik dit film, ben ik 51 jaar. En ik kom dus uit de generatie cola. En ik ben een notoire cola drinker. Ik kan er ook niet mee stoppen. Ik wil er ook niet mee stoppen. Ik heb het er niet voor over. Gewone coca. Ik drink alleen maar de echte cola. Ja? Maar, gewone... Coca-Cola. Vind ik niet lekker. Heeft een vieze nasmaak, vind ik. Zoete nasmaak. Een vieze nasmaak. Helpt wel goed als je menstruatiepijn hebt, overigens. Maar goed, ik heb altijd Coca-Cola Light gedronken. Eigenlijk niet vanuit dieetovereenkomsten of omdat ik vond dat dat handig was of dat het wat deed. Hè? Want dik ben ik toch al. Dus die halve calorie die er dan minder in zit. En ik weet heus wel dat het meer is hoor. Maar het maakt niet uit. Dus ik ben van de Cola Zero. Maar de prijzen rijzen de pan uit. Serieus gewoon. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb de Coca-Cola Zero. Ja. Dan heb ik de Albert Heijn Cola No Sugar, dus dit is de Albert Heijn versie van Zero. Ik heb de Freeway Cola Zero Sugar. Deze is van de Lidl. En ik was heel benieuwd naar de Jumbo Cola Zero Sugar. Omdat dit schijnt een hele goede te zijn. Nou, joh, weet je, laat ik het zo zeggen. Wij komen uit een gezin van twee kinderen, dus we waren met z'n vieren thuis, totdat mijn ouders gingen scheiden. Mijn moeder had niet een geweldig inkomen. Toen ze met mijn vader samen was, was het gewoon een gewoon arbeidersgezin. En wij zijn opgegroeid met raaklimonade. Dus mijn broer en ik zijn allebei echte frisdrankdrinkers. Wij dronken cola, Sinas, 7-Up, noem maar op. Maar de merken werden bij ons niet gekocht, want dat konden mijn ouders zich gewoon niet veroorloven. En dat is helemaal prima. Er zijn natuurlijk tegenwoordig nog wel meer mensen die daar tegenaan lopen. Maar wij zijn dus groot geworden met raak. Bij ons werd de limonade gekocht van de raak. En prima. Wij klaagden daar niet over en wij dronken dat gewoon. En ik moet zeggen dat ik de Sinas en 7-Up van de goedkope merken nog steeds lekker vindt. Maar goed. Ik heb ook vier glaasjes. En we gaan dus proberen of ik, en dat zal niet hoor, want ik heb niet van die goede smaakpapillen. Maar of ik dus verschil proef. En of ik misschien wel een andere lekkere vind die dan ook wat goedkoper is. En dan, want de Coca-Cola... Dat is tegenwoordig wel heftig, zeg maar. Dan moet ik vandaag wel heel veel cola drinken. En als ik het echt niet lekker vind, gooi ik het gewoon weg, hoor. Maar dat vind ik allemaal niet zo'n probleem. Dit is de gewone cola. Cola, lekker. Ik kan niet klokken. Dus het liefst drink ik in één keer zo. Dat kan ik niet meer na mijn operatie. Dus dit is de Albert Heijn cola. Ik zie wel dat hij veel minder schuimt dan de originele. Maar de kleur is verder hetzelfde. Oké,
De gewone cola ruikt niet, vind ik. Maar deze ruikt naar cola siroop. Ja, weet je waar dit naar smaakt? Dit smaakt naar McDonald's cola. Dat is gewoon siroop met koolzuur aangemengd en water. Ja, dit smaakt naar aanleiding cola. Die schuiven even apart. Die vind ik niet zo. Daar hou ik niet zo van. Ik wil wel cola proeven. Dan gaan we naar de Jumbo cola. De kleur is wederom, ja, gewoon hetzelfde. Geen noemenswaardige geur aan. Het ruikt iets meer, maar ik kan het niet herkennen. Dus we gaan hem proeven. Hij is zeker niet vies, maar hij smaakt niet hetzelfde als de Coca-Cola. Ja. Sorry. Maar niet vies. Als ik moet kiezen, kies ik nog steeds voor de echte. Maar hij is niet vies. Ik kan niet zeggen wat er anders aan is. Helaas, daar zo goed ben ik niet in smaak. Dit. Hoe zegt dat in Engels? Is the bane of my existence. Dit. Vindt het zo irritant dat die doppen vastzitten tegenwoordig. En het is al een tijd natuurlijk. En ik kan er niet aan wennen hoor. Ik vind het helemaal niks. Kijk, dan krijg ik hem weer niet goed op. Heel irritant. De Lidl cola. Sorry. Ik verslikte me even. Ja, ik ben er weer. Sorry. Ik verslikte me. Dat gebeurt heel vaak. En dan krijg ik zo'n hoestaanval. We waren gebleven. Zo. Excuus voor mijn stem. We waren gebleven bij de Lidl cola. Ja, dit ruikt als de Albert Heijn cola. Dus dit ruikt naar cola siroop. Er zit ook minder prik in. Maar de smaak is niet vies. Het smaakt niet naar aanleiding limonade. Dat wat die van Albert Heijn wel doet. Deze, ja, dat is best oké. Mag voor mij iets meer prik in. Eerlijk is eerlijk. Ik vind dit een beetje alsof je glas al een tijdje staat. Maar de smaak is goed. Dus de winnaar is nog steeds de Coca-Cola. Ja, en dan als tweede de Jumbo-Cola. Als derde de Lidl cola en de Albert Heijn cola. Ja, die vind ik gewoon echt niet lekker. Dus we blijven maar bij de favoriet. Lekker.
Ja, dat is mijn favoriete drankje. Wij drinken geen alcohol. Ik drink eigenlijk koffie, thee of cola. Dat krijg je ervan als je te veel cola drinkt. Goed, dat was mijn cola test video. Laat even weten wat je ervan vindt. Wees aardig. Ik zit niet te wachten op scheldpartijen of op andere onaardige meningen. Van, oh, we zien wel, je bent dik. Ja, dat krijg je van je cola. Dat weet ik zelf ook wel. Dat hoef je me niet te vertellen. Leuke opbouwende kritieken. Kijk, als je een beetje licht hè, die kant. Doe even zo. Als je kritisch bent, maar opbouwend en je brengt het gewoon op een leuke manier, sta ik overal voor open. Maar ik hoef geen afzeik berichtjes te krijgen, zeg maar. Daar zit ik niet op te wachten. En als dat is wat je bedoeling is, ga lekker weg. Ja, dat was eigenlijk heel makkelijk gezegd, de boodschap. Als je het wel leuk vond en je wil nog een keer zeg maar een proefvideootje van weet ik veel wat we willen hebben. Laat het even weten. Geef ideeën. Dat vind ik ook leuk. En dan probeer ik ook eens iets anders. En nou ja, verder kan ik alleen maar zeggen fijne dag verder en bedankt voor het kijken. Doei doei!